Yo mensen, Jarrasik hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal Jarrasik Gaming. Zoals jullie weten heb ik eigenlijk alles wat er in Black Ops 3 zit gehaald. Maar, hetgene wat wij nog niet hebben gehaald is de Kill Chain Medal. Dus wat ik wil gaan proberen, en dat is best wel een moeilijke opgave voor mijzelf, is ik wil gaan proberen om in een hardcore potje de Kill Chain Medal te halen. Dus deze allereerste aflevering zal het waarschijnlijk niet lukken, want het is speelt maar Breach. En Breach is best wel een lastige map om een Kill Chain op te halen. Helemaal natuurlijk in hardcore, wat het nog wat moeilijker maakt. Maar we gaan gewoon ons best doen. Iemand heeft nu al zichzelf gekillt, dus lekker bezig. En we zien vanzelf wel wat we er nog af gaan brengen. Vind je dit nou een leuk serie ideetje? Ram natuurlijk zo'n kaart op een like op als we voor aflevering nummer 1 de 6000 likes kunnen halen. Ik weet het zeker dat we dat ook kunnen halen. Dan zou ik dat super vet vinden. We gaan deze serie ongeveer 2 keer per week uploaden. Het zal altijd in hardcore zijn. Puur omdat ik dat gewoon een leukere opgave vind. Ze staat te campen. Het is nog een Nederlander ook. En we gaan gewoon ons best doen. Daar komt het op neer. Dus misschien lukt het. Misschien lukt het niet. Het is wel echt... Het is best wel veel geluk hebben in Kill Chain. Ik heb ook Kinetic Armor aan staan. Wat ik namelijk met Kinetic Armor kan doen... is ik kan natuurlijk veel meer kogels in mijn lichaam krijgen voordat ik doodga. En wat ik nog meer heb aan staan is een Hardened Sentry Gun. Want wat ik met een Hardened Sentry kan doen... is ik kan de spawns controleren. Want als ik die in de ene kant van de map zet... dan kunnen ze daar niet meer spawnen, zeg maar. Dus dat heb ik ook eventjes over nagedacht... voor de rest, ik had nu al Fury Kill bij de wees. Als ik daar was doorgegaan, had ik misschien wel meer kunnen halen. En voor de rest heb ik nog eens aanstaan. Dat heette natuurlijk, zodat ik alle enemies op mijn minimap kan zien staan. Op het moment dat ik die heb gehaald. Dus ik heb er best over nagedacht verder. En voor de mensen die niet weten wat een Kill Chain is. Want ik begrijp natuurlijk dat een paar mensen het ook niet weten. Een Kill Chain, voor de mensen die niet weten. Is een 9-man rapid kill. Die jij moet maken. Dus eigenlijk gewoon, je moet 9 man killen van het enemy team. Met alleen maar je wapen. En dat moet jij heel snel doen. Zit er te veel tijd... Nee. Je gaat me niet killen expres, jongen. Zit er te veel tijd tussen de ene en de andere kill. Dan haal jij automatisch de Kill Chain Medal niet. Dus het is een redelijk lastige opgave, al mag ik dat zelf zeggen. En we gaan gewoon ons best doen. We moeten die Sea Waspy even in de gaten houden, want die probeert me te killen. Als die me te vaak killt, dan wordt hij vanzelf gekickt. Dus dat is helemaal mooi. Maar ik hou er niet van als mijn teammates me gaan killen. Het is mogelijk in hardcore natuurlijk. Ik kan gewoon gekild worden. Kut! Door je eigen team. En als ik nu nog 1 teammate... Oké, die had ik terug verwacht. Als ik nu nog 1 teammate kill, dan word ik gekickt. Dus ik moet het wel even in de gaten gaan houden nu. Want ik wil namelijk niet echt gekickt worden als ik heel eerlijk ben. Ik wil helemaal niet gekickt worden. Ik wil hem nu zo graag terugkillen. Maar als ik hem terugkill, dan is het probleem dat ik word gekickt. Dus... Ik hou mezelf in, ja. Ik hou mezelf in. Ik ga hem niet killen. En... Fucking Mongool, loop niet achter me aan, man. Loop iemand anders achterna. Maar ik mag dus niemand meer killen. Fuck. Als je 3 mensen killt in hardcore, word je automatisch gekickt. Dus... Ik moet die vent even in de gaten houden, want ik zweer het je... Oh nee, kut die mate. Want die vent die gaat me zo meteen nog door mijn kop heen knallen. Ik weet het nu gewoon al. Er zat nog een derde ergens hier, maar ik weet niet waar. Ik krijg nu een UAV, dat is een beetje te laat, maar... Ik heb ook bij de W. In deze serie een beetje geluk nodig natuurlijk met mijn team, want... Ik kan een heel base team krijgen, maar het is natuurlijk ook... Het is natuurlijk ook mogelijk dat ik echt gewoon 1 groot kut team krijg, dus... Het is een beetje geluk hebben, het is ook een beetje geluk hebben met natuurlijk de map die we krijgen. Het is een beetje geluk hebben met... Nou ja, dat is niet echt geluk, dat is meer skills. Met hoe ik zelf speel. Want als ik zelf heel slecht speel, ja, dan gaat het natuurlijk automatisch veel slechter. En als ik zelf heel goed speel, dan gaat het natuurlijk automatisch veel beter. Dus het ligt ook een beetje aan mezelf hoe ik zelf speel. Maar het is even wennen in hardcore natuurlijk, want het is een totaal andere game dan normaal gesproken. Je bent in 1 à 2 kogels dood. Daarnaast hebben we natuurlijk geen minimaal buff als je een UAV inroept. En ga zo maar verder met allemaal punks die in hardcore je wel en niet hebt. En ja, ik vind het altijd wel lastig om hardcore te spelen. Maar ik vind het wel leuk om te spelen. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar het om draait. Nee, ik moest doorgaan. Ah, ik moest doorgaan daar. Daar gingen we al even beest, maar ik had natuurlijk geen map. Dus ik weet ook niet waar ze vandaan kwamen. Daar had ik door moeten gaan, want ik had dan triple kill. Dus... We hebben wel mooie pogingen ertussen zitten steeds.
Alleen, ah kak, ik dacht dat hij nog niet was. Alleen het gaat natuurlijk uiteindelijk om die 9 man multikill die we moeten neerzetten. 9 man in totaal. Ik ga er geen Nuketown voor spelen. Ik ga er geen normale call voor spelen. Maar ik blijf het houden op hardcore. Dus dan weten jullie dat alvast in de comments. Voordat het helemaal wordt volgespamd. Ah nee, teammate pakt iedereen. Nee, iedereen is al dood. Ik ben te laat. Er liep hier 6 man, maar iedereen is al dood. Ik was te laat, man. Ik had eerder moeten zijn. Volgens mij zit er nog wel iemand achter me. Wacht eens. We hebben geen map meer, dus ik weet het ook niet. Er zit hier nog... Huh? Sorry, man. Er zit er daar nog één binnen. Er zit er nog één onder me. Ik moet even die UAV inroepen, want ik weet het nu ook niet meer. Ah, wat? Kak, ik was in één kogel gedood. Ah, dat was jammer. Dat was stom. Kijk, nu moet ik dus ver gaan. Nu heb ik een dubbelkill. Dan moet ik nu de triple kill maken. Nu de quad kill. Nu de frenzy kill. Nu de super kill. Nu de ultra kill. Nu de mega kill. En dan de kill chain. Dat is in ieder geval de bedoeling. Nu ging het veel te traag, maar. Oh, niet mijn team killen. Het was een voorbeeld. Het zijn mijn UAV enemies. Ik weet niet waar ze allemaal zitten, man. Oh, achter me dus. We moeten een UAV hebben, jongen. Dankjewel, teammate. Dankjewel. Ik hou van je. Nee, niet mijn keer. Fucking, waarom doen jullie dat nou steeds? Wat is dat? Fucking. Ah! Lul. Ben ik weggekild door mijn fucking teammate. Welkom in hardcore, jongens, waar de helft van je deads van teammates zijn. Je krijgt er bij de way over geen dead bij als je doodgaat door je teammate. Je wordt wel gekild, alleen er komt geen dead bij het score wordt opgeteld. Dus. Dat is wel weer een. Fucking hell, die stond op te wachten. Dat is wel weer een pluspunt. Ah, vieze camper was dat, man. Plus, ze schieten dit. Ah, de enemies hebben een hete. Kijk uit voor het ding. Kijk uit voor het ding. Kijk uit voor het ding. Teammate, dat was niet echt heel erg handig, man. Welkom in het leven van Jeraski. Maar als je een tripmine kapot wil schieten, voor je teammate, zodat hij niet doodgaat, hij ervoor gaat staan, waardoor je gekikt wordt. Per fucking fact, teammate! Ah, oh, retard die je bent. Nou ja, ik doe nog wel team members erachteraan. Waarschijnlijk komen we playing game, nee. Nou, dan spelen we nog wel team members potje. Ah, oh, wat een lul, jongen. Word ik gekikt. Je krijgt daar ook gewoon een lose bij, hè? Je krijgt er gewoon een lose bij opgeteld bij een win-lose ratio. Plus, je... Oké, ik heb 1 keer een teammate expres gekild, puur omdat hij mij wilde killen. Ik ben 4 keer gekild door mijn teammates. Ik heb 2 keer een teammate per ongeluk gekild en nu ben ik de sessie uitgekikt. Nu gaat waarschijnlijk mijn team nog verliezen ook, ik zweer het je. Ik weet niet hoe dat potje gaat aflopen, we kunnen dat nooit meer zien. Maar ik denk dat mijn team zo meteen nog gaat verliezen ook, maar... Hij is er jaren in. Hallo vriend. Lars Dijk. Hallo jongen. Hallo. Nou, dan spelen we nog een team members potje. Ik weet het anders ook niks. Bij allemaal. Oh, ik zit volgens mij met allemaal noobs. Kut. Nou ja, hardcore team members. Oké, nou dan gaan we dit doen. Als we gekikt worden, gaan we dit doen. Dat zal nog wel vaker gaan gebeuren in deze serie. Kan ik je nu alvast garanderen. Oh, wat een kutzooi. Word ik gekikt uit de sessie. Nou ja. Shit happens, jongens. We gaan wel team deathmatch spelen dan maar. Kom erop. Stronghold is op zich wel een mooi mapje. Je kan hier ook heel makkelijk de spawns controleren. Als ik de sender gun richt op deze plek waar wij spannen of op de andere plek, kunnen ze automatisch niet meer spannen. We gaan gewoon proberen de kill chain te halen. In team deathmatch is bij de wel wat lastiger. Kan ik er niet over zeggen. Maar weet je, als we de UAV allemaal hebben, hebben we 5 kills voor nodig op Bloodthirsty. Dan zit het wel goed. Kijken of we nu een beetje bij aardige mensen zitten die me niet proberen te killen. Oké, we zitten tegen campers. Dat staat sowieso vast. Zo lachelijk dat je mensen gewoon in 1 kogel killt. Dat is een beetje raar, man. Normaal gesproken schiet je een hele ammo op iemand, dan gaat hij maar net dood. En nu is het gewoon... Oh, wacht even. Ze spannen hier nog steeds. Te laat. Kill stel al niet meer mee. Was te laat, man. Ik had eerder moeten gaan. Ik had eerder moeten doorrennen. Jammer, dat had al mooi. Oh, het was. Oh, hij telt nog wel mee. Was een frenzy kill, boys. Was een frenzy kill. Nou, dat zitten we op hem. Dat was wel een mooie poging tot. Alleen helaas was het Team Deathmatch. En in Team Deathmatch flippen de spawns heel snel. Dus dat zag je nu ook gebeuren. Voordat ik verder kon gaan met mijn kill chain, waren de spawns weer omgedraaid. Dus. Dat is het lastige aan TDM achter me. Let op. Kom maar. Ik heb Klima aan mijn neus. Wacht even. Oké, ik ben er klaar voor.
Komt nog een enemy aan. Altijd even de spas te controleren, want als er iemand in die bunker zit, dan ben je gewoon de lul namelijk. Ik wil even... Yep, had ik niet moeten zeggen. Ik zou zeggen, ik wil even niet doodgaan, dan heb ik een hater. Maar ja, als ik doodga, dan heb ik geen hater, hè. Lekker slim weer, Jan. Volgens mij een achter me, joh. Huh? What the fuck? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt als ik eerlijk ben, maar het zal wel weer kloppen, denk ik. What the fuck? 1. 2. Kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me toe. 3. Kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me toe. Nee, nee, ze komen niet meer. 3. Ze zijn voor me weggerend. 3 man was dat, triple kill. 1. Zitten hier nog meer. 2. Ze gaan achter me spannen, hoop ik. Nee. Jammer, was double kill. We blijven gewoon doorgaan hoor, ik ga het gewoon blijven proberen. Kom dan, 2. Ja, weg hier. Oh, oh, yo, yo, yo. Opletten, teammate, alsjeblieft. Dat is domme dead, man. Oké, wel triple kill met een sender gun. Jee. Ik heb die sender gun er neergezet, want er staat er daar ook heen. Ik moet eigenlijk die omdraaien, want de spannen ze hier automatisch. Let op. Yep. 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 Dat is de spanstem uit je kop leren, jongens. Ah, dat was hem. We moeten 9 man spannen. Team Deathmatch is te moeilijk, man. Ik weet wel dat deze game sowieso gaat afvallen. Team Deathmatch is te moeilijk om het te halen. Ah, althans. Team Deathmatch kan er misschien ook nog wel worden. Ik sta 36-3 op een of andere rare, mysterieuze wijze. Mijn sender gun is wel kapot nu. Hier komt nog een enemy aan. Ik ga het helemaal omlopen, serieus. Teammate, kijk nou op je map. Oh ja, killsteal me even. Waarom niet, teammate? Waarom niet, jongen? Je hebt wel een kill erbij. Ik ben trots op. Ik ben trots op je teammate. Kut, zit er een achter me. Triple, nu door. Nee, hij redt voor me weg. Heb ik hem? Heb ik hem? Motherfuckers! Kut! Oké, maakt niet uit. Dat was een mooie poging. Ah, ik miste er 2. Ik miste 2 kills, man. Dat was een hele mooie poging. Wow, holy shit. Holy shit, dat was een goede poging. Wauw! Had ik niet verwacht, man. Had ik echt niet verwacht. Die was netjes. Zo jammer dat je daar 1 kill miste voor, hè. 1 kill mis ik ervoor. Of 2 bedoel ik. We zijn gekeken uit Kill Confirm potje. We hebben wel eventjes een base score neergezet in het Team Deathmatch potje 49-5. Dat is gewoon echt 2/3 van alle kills die er zijn gemaakt. Dus, lekker potje gespeeld. Mega kill gehaald. Dat houdt dus in dat ik de ultra kill miste. Dus dat is 8 man. En dat ik de killchain miste, dat is 9 man. Dus ik kwam nu, helemaal aan het einde hier, 2 man tekort. Anders had ik de killchain al gehaald. Dus Team Deathmatch is nog wel mogelijk om ook in te halen. Maar we gaan gewoon een beetje wisselen in hardcore game modes. De ene keer doen we nomination, de andere keer doen we kill confirmed. Andere keer doen we Team Deathmatch. En zo gaan we het wisselen. Zo gaan we proberen de killchain te halen. En zo hoop ik ook natuurlijk dat het gaat lukken. De ene aflevering zal het bijna lukken. Andere aflevering helemaal niet. Maar dat maakt verder niet uit. We gaan gewoon ons best doen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van aflevering nummer 1. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.